ben Paul van der Meer. Ik heb onlangs in ongeveer 100 dagen door heel Europa gereden. 20.000 kilometer in een Volkswagen Kever uit 1972. Ja. Nou, het is een, zoals ik al zei, 1972 een Kever. Een 1303S met een 1600 motor erin. En ik ben de zoveelste eigenaar waarschijnlijk. Hij heeft iets van 200.000 gereden totaal. En zoals ik al zei, mijn reis 20.000 kilometer zonder de enige grote problemen. Dus toch wel wat voor een auto van 35 jaar. Ik werkte begin dit jaar bij een bedrijf in Brabant. En ik was eind vorig jaar afgestudeerd. En eigenlijk eind vorig jaar kreeg ik het idee om een lange reis te gaan maken. En toevallig had ik deze Kever net in december gekocht. Dus dat is zoiets van laten we het lekker combineren. Gewoon de tijd zelf alleen onderweg zijn. En gewoon genieten van de tijd. Zeker, dat is echt geslaagd. Heel veel mensen ontmoet. Heel veel verschillende landschappen gezien. Zoals ik al zei, 14 landen. Nou, ik kan alles bedenken. Bossen, meren, fjorden, woestijnachtige landschappen. Nou, noem maar op. Verschillende kleuren zand en grond, ook grappig, heel veel verschillende dieren. En zoals ik al zei, heel veel verschillende soorten mensen. Je kan niet altijd weten of je iemand kan vertrouwen, maar op zich, ja, dat was nooit echt een probleem. De meeste mensen kunnen wel vertrouwen. De auto niet kapot gegaan of zo? Nou, één keer een platte band en één keer een losse accu-kabel. Nou, dat is het enige. Dat is in feite voor een auto van 25 jaar is dat helemaal niks. Nou, natuurlijk, ja. Ja, inderdaad. Als je onderweg als keverrijder of luchtgekoelde Volkswagenrijder een andere luchtgekoelde Volkswagenrijder tegenkomt, dan groet je elkaar door dit symbool te maken en dan zo te wuiven. En meestal is dan de respons ook binnen Nederland en België tenminste, dat iemand hetzelfde terug doet. Nou, een soort eigen code, zeg maar. Ik had twee sponsors. En dat waren Tidy Graphics uit Samstag van mijn website. www.ontour.nl. En Paruzzi, dat is een Volkswagen onderdelenleverancier voor oude Volkswagens. Ja, die hebben dus ook de auto nagekeken samen met mij en onderdelen geleverd en zo. Ja. Maar ik wilde ook niet te veel sponsors hebben, want dan zou het weer niet echt mijn eigen reis zijn. Ja, ik wil toch een bepaalde eigenheid houden. Het geluid van de ding, is dat normaal? Of? Dat geluid van de ding is normaal, maar het is een Volkswagen. Oude Volkswagen. Dus je hoort echt alles en je voelt alles, zoals je nou al zou merken. Zo was nou, Jan. Ja, dat is natuurlijk de zandbok hier. Maar ja, een Volkswagen heeft al alle doorrijden. Het is ook de meest geproduceerde auto ter wereld, de Volkswagen Kever. Dus. Ja. Precies 96 dagen. Ik ben 4 april begonnen tot 17 mei en dan van 12 juni tot met 4 augustus. Heb je ook spannende dingen meegemaakt of dat je angstig was of zo of weet ik veel wat? Of nee. Omdat je zo alleen bent, hè? Ja. Zeg maar. Ja, dat was de vraag. Oh, oké. Okay. Of heb je niks meegemaakt? Nou ja, ik heb er heel veel meegemaakt, maar ja, jij vraagt net van alleen zijn. Ja, je rijdt in je eentje, maar als je alleen reist, sta je veel meer open voor contacten met andere mensen die je niet kent. Dus dat, je hebt altijd wel iemand om mee te praten als je er behoefte aan hebt. Als je geen behoefte aan hebt, dan is het gewoon prima alleen. En dat is ook gewoon best wel lekker om vaak gewoon alleen te rijden en dan gewoon je voorstellen in Noord-Noorwegen dat je gewoon een paar uur lang niemand tegenkomt tijdens het rijden. En dat dan in het seizoen dat ik er was, was gewoon 24 uur per dag licht. Dan werd het niet donker. En dan, dan kun je dus ook heel lang door blijven rijden, tot een uur of 4 of zo s'nachts. Ja, dat is onvoorstelbaar voor onze begrip hier in Nederland. Dus. Dan reek al gauw 4, 5 uur op een dag om aan kilometers te komen. En, en dan kom je s'avonds ergens aan. Dan weet je van tevoren ook niet als je opstaat waar je s'avonds eindigt. Dus dan, dan kom je ergens aan, dan zet je een tentje op. Midden in de natuur bijvoorbeeld, als dat mogelijk is.
of op een camping. Of bij mensen thuis, of wat dan ook, jeugdherbergen. Dat kwam allemaal voor. Ik heb zelfs een keer in een garage geslapen. Ja, dat doe ik wel apart. Ja, mijn tent is al een keer ingestort tijdens het slapen. Ik kom 10 uur 's morgens, ik sliep al uit, want ik reed s'avonds vrij hard door. Toen werd ik in één keer wakker en dacht van, waar is de tent vlak op mij, zeg. En het regende en het waaide heel hard. Dat was bij de preikestoelen in Noorwegen. De preekstoel, echt een mooi uitzicht heb je daar. Maar het was echt slecht weer toen en de tent stortte in, dus ik ben wakker. Ik echt, ja, van shit, wat gebeurt er nou toch? Ja, dat zijn wel bijzondere dingen. Ja. Maar geloof je ook in God of zo? Of? Ik geloof, ik ben in een God, ja. Heb je daar niets van meegemaakt of zo tijdens je reis? Of? Meer het gevoel dat je beschermd bent. Ja, dat gevoel dat je beschermd bent? Ja, toch wel best wel een aantal keren dat toch wel dingen net niet fout zijn gegaan. Of net goed zijn gegaan, weet je wel? Ja, dat zei je toch wel even denken van, joh, dat ging toch wel... Het is toch wel geluk geweest. Misschien wel van bovenaf. Ja. En de ontmoetingen die je onderweg hebt. Van ja, moet die mensen toch wel tegenkomen die een interessant verhaal hebben, zeg maar. En vooral zoek de mensen op die niet doorsnee zijn, die iets anders te vertellen hebben. Ik wil een mooi voorbeeld van geven. Toen ik in een herberg zat in Frankrijk. Toen was er buiten een man die zat helemaal in zijn eentje. Hij was een mes aan het repareren. Het houten lument van de mes. En die man had een Afghaans hoedje op, zo van die punten. Een leren jasje wat al ver heen was. En dat was blind aan één oog. Dat was een beetje een vink oog. Nou ja, de meeste mensen zaten gewoon allemaal binnen televisie kijken. En die hadden zoiets van de rare vent zeggen, dan gaan we niet in de buurt zitten. Terwijl ik zoiets had van, dan ga je met die man praten. Wat hij aan het doen is en zo. Bleek die man dus uiteindelijk gewoon een archeoloog te zijn. Die overdag werkte op een Romeinse opgraving in die stad. En daarnaast heel aardig over filosofie zitten praten, over het geloof, hoe we Fransen, waarom Fransen zo zijn of niet zo zijn. Ja, dat was wel heel leuk. Ja. Zit je er weer aan te denken om weer zo'n trip te doen? Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk dat ik eerder een heel grote reis zou maken. Of ja, of ik ga een heel grote reis maken, echt naar... Azië of zo toe, of door Azië naar China. Maar dat zou ik dan niet alleen doen, zoiets. Omdat je toch wat meer dingen mee hebt te regelen en zo. Of Afrika is ook zo'n continent waar ik doorheen zou willen rijden. Ja, ergens heb ik wel dingen geleerd. Ja. Niet zozeer een vakkennis of zo, maar meer gewoon op sociaal gebied. Een beetje talenkennis ook wel en zo. Ja, en heel veel indruk, hè. Waar ik nog jaren over na kan denken, wat was dat nou, of wat heb ik er aan gehad, of wat heb ik er niet aan gehad. Ja. Heel leuk. Nou, bedankt voor alles. Ja, graag gedaan. Hopelijk vond je het interessant. Anders kan je nog altijd kijken op mijn website. www.vw van Volkswagen ontour.nl aan de aanstreven. Heel simpel. Wordt niet meer geüpdate de laatste tijd sinds de terugkomst. Maar misschien als dit filmpje af is, komt dat er wel te staan natuurlijk. Juist. Oké. Okay. Paul, bedankt hè. Alsjeblieft. Hoi. Oh ja. Volgens mensen zou je niet zo snel aanspreken soms. Ga nou zo. Oh, moet ik die kant? Oké. Okay, Rijn, maar. Ja. Niet aan de muziek op, hè? Ik zet hem gewoon uit, maar dat is ook zo'n even achtergrondje, dat is wel mooi. Ja, maar ik smijt er dan muziek onder. Hey, kijk, als je staat hier op zet. Oké. Oh ja, Florian had ook nog een vraag voor jou. Die kunst. Oh ja, die kunst, wanneer kon je die terugbrengen? Want hij moest morgen een bank gaan overvallen. Uxie kaxie korme jelne visie. Ja, 1 tot en met 5. Oh, ik dacht alleen maar zijn uit te schelden. Nee, dat is een Sphinx. Ja. Nou, ik zal een keer zeggen, mooi tute herku peppu. Dat betekent mooie meisje en nog iets.